Hallo, welkom. Mijn naam is Dominique. Ik ga voor jullie een power yoga les verzorgen. Ik sport zelf ook bij Life City en geef jullie les. Een power yoga les, dat is lekker intensief. Dat gaat je helpen om je kracht op te bouwen. Maar ook bij je concentratie. Nou, zeker omdat we natuurlijk niet letterlijk bij elkaar zijn. Ik zie je helaas niet. Dus je zult zelf heel goed moeten opletten wat je voelt en hoe je de houding voelt. En dat vraagt concentratie. En ook is je aandacht bij je ademhaling. En daar geleid ik je straks ook wel naartoe voordat we starten. En je ademhaling gaat je echt helpen ook met alle houdingen. En tip daarbij, weet dat alle inademingen die zijn voor opwaartse bewegingen. Zoals je handen opduwen, het verlengen van je ruggengraat, allemaal inwaartse van inademing. En als je uitademt, kantel je voorwaarts of zak je, of maak je bijvoorbeeld een twist. En nu denk je misschien, wat zegt snel? Maar dat ga je ook voelen. En daar ga ik je natuurlijk ook in instrueren. Nogmaals, ik weet ook niet of je blessures hebt. Let goed op jezelf op het moment dat je een pijntje voelt. Ga uit de houding, neem je rust, ook als je gewoon er even geen zin in hebt. Het is jouw les. Je kunt altijd naar een child's pose komen, die zal ik even laten zien. Een child's pose, breng je grote tenen bij elkaar. En dan buig je over je knieën, strek je armen naar voren, mogen trouwens ook achter je liggen. Breng je voorhoofd naar de grond en rust. Rust even en kijk op welk moment jij weer gewoon wil aanhaken. Dan kom je lekker zitten en dan gaan we van start. En kruis je benen. Maakt niet uit of je wel of niet een lotus of een halve lotus pose wil aannemen. Met je voeten over je bovenbenen. Zolang je maar je zitbotjes echt in de grond voelt en je rug verlengt helemaal tot in je kruin. Breng je armen, je handen op je knieën en je duim en je wijsvinger bij elkaar. En dan sluit je je ogen. En dan komen we even terug op dat ademen. Ook voor de power yoga misschien wel bekend voor je, adem je de Ujjayi ademhaling. En dat is eigenlijk niets meer dan je adem naar je mond sturen, maar je houdt je mond gesloten, want je ademt in en uit via de neus. En dan hoor je ook een zacht ruisend geluid achter in je keel. En die helpt je met je focus op je ademhaling. En neem even een moment voor jezelf om je adem te voelen. Al je aandacht te richten op je lijf en je ademhaling. Te luisteren naar je Ujjayi ademhaling. En breng dan je aandacht naar het puntje van je neus. En open dan langzaam je ogen. En zet je linkerhand naast je en je rechterarm breng je op en over je hoofd. En je schouder terug in je rug en kijk onder je arm door. En voel de stretch op de zijkant van je lichaam. En dat doen we ook aan de andere kant. Neem je linkerarm op en over. Kijk onder je arm door naar het plafond. En kom weer terug. Zet je je handen achter je neer. En duw je je borst op en open. Je hartgebied naar de lucht. En je hoofd naar achteren. En op je uitademing ga je voorwaarts en je handen naar je knieën. En je maakt je rug rond. En help dan jezelf rustig omhoog. Dan kom je staan met je grote tenen bij elkaar. En dan gaan we opwarmen met de zonnegroet. Zonnegroet A. En je knieën trek je iets op en je bent één lange rechte lijn. En op je inademing gaan je armen omhoog. En op je uitademing kantel je voorwaarts vanuit je heupen. En als je je knieën wil buigen, dan is dat prima. En zet je handen neer daar waar ze uitkomen. Of op je onderbenen of op de grond. En op je inademing verleng je weer, kom je parallel met de grond. En op je uitademing kantel je voorwaarts, zet je handen neer en stap met je rechtervoet naar achter, links naar achter naar een hoge plank. Zet dan voor die eerste keer je knieën rustig op de grond. En maak een upward facing dog. Kom omhoog. Heb je schouders laag. Kijk naar het plafond.
En op je inademing ga je duwen. Je krult je tenen achter je in de mat. En je duwt jezelf omhoog naar een downward facing dog. En die is het lekkerste als je flink veel kracht uit je handen haalt. Dus die zijn plat op de grond, je vingers zijn gespreid. En je duwt dan weg vanuit je vingers en je voeten staan op heupbreedte. En je oksels kijken als het ware naar elkaar toe, zodat ze echt achter en in je rug zijn. En voel je ademhaling en hoor dat zachte ruisen. En kijk dan tussen je handen in. En stap met je rechtervoet tussen je handen in. En op je inademing kom je weer omhoog met je handen zijwaarts mee. Kijk met je naar je handpalmen. En op je uitademing omlaag. En dan doen we nog een keertje. Adem in. Adem uit, kantel voorwaarts. Kijk of je je knieën wat wil buigen. Zet je handen neer waar ze uitkomen. Adem in, verleng je rug. Kom parallel met de grond. Adem uit, zet je handen neer. Stap je voeten naar achteren naar een hoge plank. En misschien wil je ook wel doorzakken zonder je knieën op de grond te doen. Want we zijn toch een power yoga aan het oefenen. En dan zak je door je ellebogen en rol je over je tenen naar een upward facing dog. En duw weg op je inademing naar een downward facing dog. Kijk weer naar je handen, stap of spring tussen je handen in. Met een zachte landing. Kom je omhoog, halverwege, verleng je rug. Adem uit, kanten voorwaarts. Adem in, neem je handen mee en kom weer op. En dan doen we de warming-up zonnegroet B. Ga zitten op die stoel die er niet staat. Zak door je knieën. En breng je handen omhoog met je schouders omlaag. En op je uitademing kantel je voorwaarts. Strek je benen uit en je neus gaat richting je knieën. Adem in, verleng je rug. Adem uit, stap je rechtervoet naar achteren en je linkervoet erbij. Zak door je ellebogen en rol over je tenen naar upward facing dog. En duw terug met je voeten weer naar downward facing dog. En als je niet steeds over je tenen kan rollen of je bent het aan het oefenen, voel je vrij ook om gewoon je knieën te gebruiken. En zet dan nu je linkervoet schuin, 45 graden, en rechts zwaai je op. En zet je tussen je handen in. En je beide heupen wijzen voorwaarts en komen we naar Warrior One op je inademing. En op je uitademing kom je weer terug naar beneden, zet je je handen weer naast je voeten en stap je terug naar een hoge plank. Zak door en rol over naar upward facing dog. En zorg dan dat je met je wreven in de grond drukt, dan haal je je kracht vandaan. En duw dan weg, rol over je tenen naar upward facing dog. Zet je rechtervoet schuin, zwaai links op. En op je uitademing zet je die tussen je handen in. En zorg dat je gewicht op je beide voeten is. En je knie wijst naar je kleine teen. En adem in. Kom op naar Warrior 1. Adem uit. Zet je handen weer aan weerskanten van je voeten. Stap terug. Zak door. En rol over naar Upward Facing Dog. En duw door naar Downward Facing Dog. En dan gaan we weer terug komen naar die chair pose. Kijk naar je handen. Stap of spring rustig tussen je handen in. Hou je knieën gebogen. En je armen komen mee op. En strek uit. Adem uit. En ook deze doen we nog één keer. En dan zijn we denk ik lekker warm. Adem in, neem je armen mee en kom in die chair pose. Zak door je knieën. Adem uit, breng je handen naar de grond. Strek je benen voor zover je kan. Zet je knieën niet op slot. Schud je hoofd even los. Adem in, verleng. Adem uit. Stap of spring naar achteren toe in een plank. Zak door je armen en rol op naar upward facing dog. En duw door, krul je tenen naar downward facing dog. Breng je schouders terug in je rug. Ontspan je hoofd. En jog ook even op je
plaats. Alsof je aan het lopen bent. Maar blijf dan goed wegduwen vanuit je vingers. En breng dan je hielen weer zoveel mogelijk richting de grond. Als het niet aan de grond is, is het geen enkel probleem. Zet je linkervoet 45 graden, zwaai rechts op. Zet hem tussen je handen in. Zorg dat je gewicht op beide voeten is. Adem in en kom op. Adem uit en kom naar beneden. Stap terug. Zak door je armen en rol over. En terug naar Downward Facing Dog. En dan zet je je linkervoet schuin. Rechts gaat op. Tussen je handen in. En kom op. In Warrior 1, 2. Beide heupen staan naar voren toe. En op je uitademing kom je weer terug naar de grond. Stap je je voet terug. Zak je door, rol over. En je duwt je op terug naar Downward Facing Dog. Kijk naar je handen. Stap of spring tussen je handen in. En kom omhoog. Nou, ik neem aan dat iedereen nu wel lekker is opgewarmd. Ik zeker wel, want hier staan ook de heaters geloof ik heel erg aan. Misschien kunnen we daar wat aan doen, want dit is geen hot yoga. Ik heb het wel echt super warm. En we gaan gewoon verder met de volgende sequence. Stap je rechtervoet naar achteren. Grote stap. En draai hem dan 90 graden in. Zodat je voelt dat je heupen eigenlijk allebei een andere kant op staan. En je voorste voet, de knie, buig je. Zodat eigenlijk van je voorste been je dij zoveel mogelijk parallel is aan de grond. En je knie wijst naar je kleine teen. En dan komen je armen op schouderhoogte. Ontspannen in je schouders. En kijk je over je vingers van je linkerarm. Je bovenlijf is in het midden. En je gewicht is op beide voeten. Dus ook je achterste voet staat stevig in de grond. En voel je je een krachtige warrior. Verbind je weer rustig met je ademhaling. Blijf die knie naar buiten duwen. Ook als we naar de volgende houding gaan. Waarbij je je achterste arm op je bovenbeen laat zakken. En je voorste arm draai je om. Gaat over je hoofd heen. Naar Dancing Warrior. En je voelt dan een stretch over de zijkant van je lichaam. Kijk in je handpalm. Denk aan je knie. Blijf die naar buiten duwen. En dan gaan we terugkomen en helemaal doordraaien met je handen. Zodat ze naast je voeten komen. En je achterste voeten zet je op de tenen. En dan bereid je je voor een lage lunge. Check weer even of je dijbeen hier parallel is met de grond. En je knie wijst naar je tenen. En gebruik je ademhaling. Op je inademing komen we omhoog. Na een lage lunge. En kijk in je handpalmen. En je voelt een strekking over je been heen lopen. En het vraagt zeker ook de nodige concentratie. En als je dat lastig vindt, dan kijk je nog even voor je. Want hoe meer je omhoog kijkt, hoe meer uitdagend ook qua balans. En dan breng je je knie naar de grond. En je handen ook. En kijk of je je knie iets naar achteren wil zetten. En ik heb hier al een dubbele mat. Misschien wil jij ook een dubbele mat. Dat is altijd fijn voor de steun voor je knie. En zorg dan, leg je je voet neer, dat je knie nog steeds boven je enkel is. En neem dan je armen mee naar voren op je inademing. Ga lekker zwaaien. Breng ze naar achter op je uitademing. Een grote schep doen we nog twee keer. Adem in. Dan zet je je armen neer. En dan duw je je heupen allebei naar achteren toe. Strek je been. En buig je over je been heen om je been te stretchen. En dan kom je terug en dan stap je terug naar een plank. Dus ik krul mijn achterste tenen weer in de grond. Til mijn knie op. Links stap ik naar achteren. En dan ga ik draaien naar mijn rechterhand toe. Kom ik zijwaarts voor een side plank. Blijf ook goed weer wegduwen vanuit je vingers. En ook daar zwaai ik hem drie keer onderdoor. 1. Adem in, adem uit. 2. Adem in, draai. Uit. Op, probeer hem iets langer vast te houden.
En kom weer terug naar een plank. Dan zakken we door. Rol over. Upward facing dog. En op je inademing zet je al je kracht vanuit je handen en je voeten in om jezelf op te duwen naar die down dog. En als je goed wegduwt vanuit je vingers, dan is het de meest ontspannen houding ook voor je schouders. Zitpotjes in de lucht en maak een driehoek van jezelf. Verleng alles. En kijk je naar je handen. Stap of spring tussen je handen in. Adem in en verleng. Adem uit, kantel voorwaarts. En neem je armen mee helemaal op omhoog. Dat doen we ook aan de andere kant. Dus stap je je linkerbeen een grote pas naar achter. Echt groot, groter dan een beenlengte. En je draait je achterste voet naar 90 graden in. En je voorste knie buig je richting je kleine teen. En dan voel je weer dat je beide heupen een andere kant op wijzen. Voel ook of je stevig staat. Je blijft in het midden en je gewicht is op beide voeten. Ook je achterste voet duwt goed in de grond. Adem in, breng je armen op schouderhoogte. Ontspannen, maar recht. En kijk over je vingers. En blijf aan die knie denken die je naar buiten duwt. En je schouders die laag zijn. En je adem die je helpt in de beweging. Hou hem even vast. En dan laat je je achterste arm zakken naar je bovenbenen. Je voorste arm gaat over je hoofd heen. Kijk je in je handpalm. Dancing warrior. En daarna draaien we helemaal door naar de grond. En komt mijn achterste voet op de tenen. Bereid ik me voor een lage lunge. Kracht vanuit mijn voorste voet. En op de inademing. Handen omhoog. Handpalmen bij elkaar. En kijk of het je lukt met je balans om naar je handen te kijken. Maar denk aan je knie. En zorg dat je tenen ook niet in de grond knijpen. Maar dat je gewoon kunt ontspannen. Je schouders zijn laag. En je mag je knie, heel goed gedaan, naar achteren brengen naar de grond. Leg mijn wreef plat, vind ik het prettigste. En mijn handen ook. En duw naar achteren. En stretch je been. En kom je weer voorwaarts. En dan krul ik mijn tenen weer achter mij in de grond. Til mijn knie op, stap naar achteren toe. Dan ben ik weer één rechte plank. En dan kom ik weer zijwaarts. Zet dan je linkerhand in het midden. En rechts gaat omhoog. En dan gaan we drie keer scheppen. 1, 2. Probeer je borst naar het plafond te draaien. 3. Hou hem even vast. En kom terug naar een plank. Zak door. En duw op naar upward facing dog met je wreven plat op de grond. Je schouders laag. En duw dan naar downward facing dog. Rol je over je tenen. Kijk naar je handen. Stap of spring naar je handen toe. En neem je armen mee. Op je inademing kom je weer omhoog. En adem uit. Dan stappen we weer een beenlengte naar achteren toe met de rechterbeen. En dan draai ik mijn beide voeten naar de zijkant. En dan adem je in. En dan ga ik voorwaarts kantelen en de zwaartekracht gaat aan mij trekken. Maar dat blijf ik toch heel langzaam doen. Zoals dat gaat met een echte goede, lekkere workout. Hou hem even vast. Hou alles op spanning. Zorg dat je rug recht is. Je hoofd is in het verlengde van je rug. En dan kom je naar de grond. Zet je handen neer. En als ze niet zo makkelijk bij de grond komen, doe je je benen iets wijder. Probeer je handen dan zo neer te zetten dat je polsen onder je ellebogen staan. En je handen onder je schouders. En als je dan een beetje wegduwt met je handen en ook je navel een beetje intrekt, dan kom je wat verder in de houding. Dan schud je hoofd even rustig los.
En het zou eigenlijk power yoga niet zijn, vind ik, als er niet een goede uitdaging in zat. En dat vind ik altijd arm balancing poses. Dus heb je er geen zin in, dan kijk je gewoon. En als je wat te doen wil hebben, dan kun je dit misschien oefenen. En misschien gaat het je wel heel goed af. Hoe verder je handen naar achteren kunnen en hoe meer ze gebogen zijn, hoe makkelijker het wordt. Loop je handen iets naar achteren. Mijn voeten draai ik iets naar buiten, zodat ik eigenlijk kan gaan zitten. En ik breng dan mijn bovenbenen naar mijn bovenarmen toe. Ja, hoe meer je dat kunt dragen, dus het vraagt zeker oefening en training, des te makkelijker gaat het. Maar volgens mij dit is toch een die er moeilijker uitziet dan het is. Echt gewoon oefenen. Dan wiebel je je tenen wat naar voren. Dan voel je al dat je meer gewicht hebt op je bovenarmen. Dan zit je meer. En als ik dan ga duwen vanuit mijn vingers en ook vanuit mijn bovenarmen, dan kan ik mijn benen liften en strekken en mijn tenen naar voren bewegen. Nou, en ook dezelfde weg weer terug. Doen we maar één keer, geen zorgen. Zet je voeten weer parallel recht. En loop je handen dan wat naar voren. En breng dan je gewicht naar achteren. Je hoofd naar beneden en strek jezelf even helemaal uit. En dan kijk ik naar mijn linker enkel. En met mijn rechterhand ga ik onder mijn arm door naar die linker enkel toe. En op mijn uitademing beweeg ik mij iets verder met mijn bovenlichaam naar mijn linkerbeen. En ook weer terug. Ik zet mijn rechterhand weer voorwaarts, meneer. En dan gaat mijn linkerhand naar mijn rechterenkel. En draai ik onder mijn rechterarm door. Kijk, ik kan overigens ook op een andere plek op het been zijn. En zet je handen weer voorwaarts. En draai dan je hielen naar binnen. En neem je armen mee omhoog. En in bidpositie voor je. En kijk maar eens even of je wat lager kan zakken. En een goede training wil geven aan je bovenbenen, aan je dijen. Ontspan je schouders. Voel je ademhaling. En kom omhoog. Neem je armen weer mee op. En draai dan helemaal in naar de achterkant van de zaal. Draai de voeten een kwartslag, allebei. Beetje ongezellig voor jullie, maar we draaien vanzelf weer terug. En dan staan beide heupen recht, in mijn geval naar de achterkant van de zaal. En breng je je rechterhand naar je rechterheup toe. Dan kun je voelen of je je heupen echt parallel hebt aan elkaar. Dus recht. En op je inademing verleng je je rug en je arm. En op je uitademing kantel je voorwaarts. En zet je je hand neer daar waar die uitkomt. Dat kan op de grond zijn of op je been. Of als het je lukt aan de buitenkant van je rechtervoet. En als je de ruimte hebt, adem je in. Breng je je hand omhoog. En blijf dan ook weer je heup naar achteren duwen. Je rechterheup. En adem in. Op het moment dat je opkomt en wil je de balans hebben, moet je goed met je gewicht op beide voeten staan. Want hier zit niet zoveel gewicht nu op deze hand. Dus ik adem in en die ga ik als een molenwiek. Kom ik op. Draai ik om, ook met mijn voeten. Daar zijn we weer. En dan breng ik mijn linkerhand naar de linkerheup. Voel ik even meteen of ik dat verder moet indraaien. Dat moet ik ook. En op mijn inademing gaat mijn hand omhoog. Verleng ik en op de uitademing, terwijl mijn beide heupen naar achteren blijven duwen, kom ik voorwaarts en dan zet ik mijn hand daar waar die uit kan komen. En dit is waar je naartoe wil werken. En op je inademing neem je hand mee als die ruimte er is. En blijf dan ook je gewicht verdelen over beide voeten en je heup naar achteren duwen. En ook hier, dit is niet waar mijn gewicht is. Mijn gewicht is op mijn voeten. En dat gaat me helpen met mijn inademing samen om omhoog te komen. Adem in.
en adem uit. Kijk naar je hand en stap in. Namaste. Op je inademing. Arm omhoog, we zijn er nog niet. We gaan nog even lekker door. We zijn wel lekker bezig. Uitademend voorwaarts. Adem in, verleng. Adem uit, spring naar achter. Zak door je armen. Rol over je tenen naar Upward Facing Dog. Duw weg vanuit je vingers ook nu. En rol dan over je tenen naar Downward Facing Dog. En je voeten staan op heupbreedte en je handen staan op schouderbreedte. En je schouders zijn terug in je rug. Dus je kracht komt vanuit 4 punten. Hou je buik een klein beetje in, dat helpt je ook. Dan ga je je rechterbeen opzwaaien naar de lucht. Dat heet dan de driebenige hond. Ik vertel al zoveel dat ik dat eigenlijk meestal maar achterwege laat. En buig dan je hiel naar je bil en je knie naar het plafond. En dan is het zeker belangrijk dat je goed vanuit je handen kracht blijft houden en blijft wegduwen. En dan gaan we ons been wat nu nog in de lucht is, meenemen tussen de armen door, zwevend over de grond naar voren. Op je inademing en op je uitademing weer omhoog. En dan gaat hij naar de rechter elleboog. En weer terug omhoog. En dan gaat hij naar de linker elleboog. En terug omhoog. En dan leg je hem voor je. Op de grond, knie naar voren. Voor de pigeon pose. Wiebel dan je achterste voet wat verder naar achteren toe. Zover als voor jou prettig is. Je voelt ook een stretch op de binnenkant van je been. Verleng je rug. En kantel dan langzaam op je uitademing voorwaarts. En kijk waar je uitkomt. Neem een moment van ontspanning, maar hou wel je core aangespannen. Voel ook wat die houding met je doet. En dan zet je je handen weer onder je schouders neer. En op je inademing kom je omhoog. En adem uit en ontspan. En dan help je je achterste been over je voorste been heen. En als je dit een lastige vindt, kun je ook je onderste been, dus dat is nu je rechterbeen, kun je uitstrekken. Maar je kunt hem ook zo houden. En met behulp van mijn knie zorg ik dat ik weer met mijn zitpotjes in de grond zit. En mijn rug goed recht is. Mijn schouders ontspannen. En op mijn inademing breng ik mijn hand omhoog. En op mijn uitademing gaat mijn elleboog over mijn knie heen. En ga ik twisten. En dan gebruik ik ook dus weer die inademing om te verlengen. En mijn uitademing om een beetje meer in de houding te komen. En hoe ver je komt is helemaal niet relevant. Relevant is dat jij voelt dat je stretcht, dat je twist. Dat je alleen maar bezig bent met je lijf en je ademhaling. En breng je hoofd weer terug naar voren. En draai weer terug. En kom dan even op hurksit zitten. Duw jezelf omhoog en rol even over de bal van je voet. Voel je de stretch in je kuit. En strek dan ook je romp. Dan wordt nog een balansoefening. Op je inademing neem je armen mee omhoog. Op je uitademing komen ze in bidpositie voor je. Maar breng je ook je rechter elleboog en je linkerknie. En die zet je er net over, zodat je kracht kan zetten. En de twee tegen elkaar aan kunt duwen. Net zoals dat ik mijn handen tegen elkaar aanduw. En dan poog je om in bidpositie te komen met je handen voor je borst. En ook hier is het zo, op het moment dat ik naar het plafond ga kijken, dan is het meer uitdaging in de balans. En op je uitademing draai je terug. Adem in, kom je weer handen omhoog. En op je uitademing buig je de andere kant op met je linker elleboog over je rechterknie. En duw die handpalmen tegen elkaar aan. En ook je knieën, dat gaat je helpen voor je balans.
En kom weer terug naar voren. Dan gaan we zitten. Strek je je benen uit. Met je voeten, je tenen actief omhoog. Adem in, breng je handen omhoog. Adem uit, kantel voorwaarts met een lange rug. En kijk of je je grote teen met een yogi grip kan vastpakken. En je ellebogen, als je erbij komt, dan gaan je ellebogen naar buiten toe. En dan kantel je voorwaarts. En help jezelf ook weer omhoog. En ook weer op je hurken. En dan kom je weer helemaal staan. Neem je armen mee. En neem je armen weer mee terug. Doen we nog een keer. Adem in. Kantel voorwaarts. En stap of spring naar achteren toe. En blijf eventjes staan in een plankpose. Zorg dat je je hielen goed naar achteren duwt en je handen onder je schouders staan. En hier vandaan duw je jezelf door naar een downward facing dog. En als het nodig is, dan stap je een klein beetje je voeten bij elkaar, dichterbij, je handen. En neem even dit moment om je te ontspannen en te strekken. En dan zwaai je je linkerbeen op je inademing. Zodat je voor een driebenige hond staat. En dan draai je ook hier je knie naar het plafond, je hiel naar je bil. En dan open je je heup zoveel mogelijk. En ondersteun jezelf door die kracht te blijven geven vanuit je handen en je vingers. En dan gaat ook dit been zwevend naar voren op je inademing. Adem in. En op je uitademing duw je hem weer terug omhoog. Dan gaat hij naar je linker elleboog. Adem in. En terug omhoog. En ook naar je rechter elleboog. Adem in. En terug omhoog. En dan kijk je naar je handen en leg je knie tussen je handen in. En je achterste voet gaat plat en iets verder naar achteren toe. En als je er klaar voor bent, dan breng je langzaam je lichaam over je knie heen naar voren toe. Neem je armen mee en breng je voorhoofd naar de mat. Zet je handen weer onder je schouders en duw je bovenlichaam omhoog. En help dan met je rechterhand je rechterbeen over je knie heen. En kies even of je nu je onderste been wil strekken of dat je gewoon in deze positie de oefening kunt doen en wilt doen. Help jezelf er even goed rechtop. Je voelt het. En op je inademing breng je je linkerhand omhoog. En op je uitademing zet je die over je knie heen, voor zover dat lukt voor jou. En je achterste hand zet je achter je en daarmee duw je jezelf een klein beetje weer rechtop. Op je inademing verleng je je rug. En op je uitademing twist je verder en kijk je over je rechterschouder naar achteren toe. Adem in is om te verlengen. En je uitademing om iets verder te twisten. En breng dan je hoofd weer naar voren en draai terug. En dan mag je komen liggen. Dan gaan we toch nog even ook een liggende oefening doen en daarna naar de ontspanning. Dus doe nog even met me mee. Ik zal even zijwaarts gaan, dat lijkt me makkelijker. Rol af. En breng je hielen dichter bij je billen, zodat je ze eigenlijk kunt aanraken met je handen. Staan ook op heupbreedte. En dan gaan we een brug maken. Dus dat betekent dat ik omhoog kom met mijn heupen en dan strengel ik mijn vingers onder mijn lijf. En dan kom ik op mijn schouders. En de kracht hier, je laat je bilspieren los, de kracht komt uit je voeten. Uit je voeten, ook uit mijn handen die hier in de grond duwen. En dat voel je flink op je bovenbenen, want je duwt de grond weg met je voeten. En als je weer uit de houding wil komen, dan beweeg je eerst je schouders terug naar de grond en dan rol je weer langzaam af. En eigenlijk voor wie dat
wil, ook om nog even wat extra te oefenen, doen we ook het wiel. En als je denkt, nou, dat is niet mijn cup of tea, dan doe je niks. Of dan doe je gewoon de brug opnieuw. Dus ik zet mijn handen naast mijn oren op de grond. Ellebogen wijzen naar het plafond. En dan ga ik mezelf op mijn inademing, zeker met behulp van mijn ademhaling, omhoog duwen. Tot ik helemaal in een wiel kom. Adem in en kom omhoog. En eigenlijk als je denkt, ik wil helemaal full pose en alles oefenen. Probeer dan eens om jezelf wat verder weg te duwen. Door je armen heen, strek je je benen. Maar dat hoeft niet. En als je wilt terugkomen uit deze houding, is het makkelijk om even op je tenen te komen. En dan laat je je langzaam ook weer zakken. En rol je af. Nou, jullie mogen lekker blijven liggen, want dat was het wel voor mij voor vanmiddag. En ik hoop dat jullie een beetje zweten. Ik wel, zelfs al is de zaal niet meer zo warm. Dus dan ga ik jullie ook begeleiden in een fijne ontspanning. Dus kom liggen op de mat. Of op de grond waar je maar ligt. Op je rug. En zorg dat je jezelf zo comfortabel mogelijk maakt. Dat je warm bent en ontspannen. En geef wat ruimte aan je benen. Misschien een matbreedte, je voeten uit elkaar. Laat ze lekker naar buiten vallen. En ook je oksels krijgen een beetje ruimte. En leg je handen met de handpalmen naar boven. En stel je open, als het je wat zegt, voor de universele energie. Mij wel. En voel even hoe je wordt gedragen door de grond. Voel het contact wat je maakt op verschillende plekken met de grond. En als het goed is, dan klopt je hart nu ietsje sneller, want je hebt een workout gehad. En om je lichaam nu tot rust te brengen en ook om je Ujjayi-ademhaling weer los te laten, adem je eens diep in en langzaam, rustig. Door je neus en uit door je mond. Met een zucht. En dat doe je nog een keer. Adem in. En neem dan je aandacht even mee naar je schouders. En breng ze een klein beetje van de mat. En leg ze dan weer ontspannen neer. En til ook je hoofd een beetje op. En breng je kin naar de borst. Zodat je helemaal ook met een lange ruggengraat ligt. En sluit je ogen als je dat nog niet hebt gedaan. En breng dan je aandacht naar je gezicht. En je merkt dat als je aandacht naar je voorhoofd en je wangen gaat, dat de spanning daar vanzelf afglijdt. En ontspan ook je kaken. Laat je tong rusten in de mondholte. Merk je gezicht op als één geheel. Helemaal ontspannen. En ontspan ook je hoofdhuid. Laat alle spanning van je hoofd wegglijden. En je voelt heel goed hoe jouw aandacht jou in staat stelt om je helemaal te ontspannen. En breng je aandacht dan ook naar je hersenen, het midden van je hoofd. En stel je voor dat je hersenen een grote spier zijn. En dat je die met je uitademing ook gewoon kunt loslaten. En je gedachten verdwijnen nog meer naar de achtergrond. En voel dan ook je adem op je borst. En je ribbenkast, het zachte dalen en rijzen. En voel de adem iets lager in je buik. En sta jezelf toe om je buik helemaal te ontspannen en zacht te maken.
En volg dan je ademhaling helemaal door je linkerbeen naar je linkervoet, naar je linker grote teen. En merk op wat je daar kunt waarnemen. En ook als je niets voelt, is dat een waardevolle waarneming. Je aandacht is bij je grote teen, linkervoet. En voel ook je andere tenen. Misschien voel je het contact met je tenen. En neem dan je aandacht mee naar de bal van je voet. En je hiel in contact met de grond. De bovenkant van je voet. En nu je met je aandacht je voet hebt ontspannen, laat je het ook weer los. En ga je verder naar je linker enkel. Voel de binnenkant en de buitenkant. En verder omhoog naar je linker onderbeen. Met een nieuwsgierige en milde aandacht verken je je linker onderbeen. En je hoeft er niets van te vinden wat je voelt. Je merkt het alleen maar op en laat het weer los. En neem die nieuwsgierige aandacht ook mee naar je linkerknie. Voel de knieholte en de knieschijf. En als je even bent afgeleid, is dat niet erg. Je kunt de draad zo weer oppakken waar we nu zijn en je aandacht richten op je hele zelf. En nu zijn we bij de linkerknie. En neem je aandacht mee naar je linkerbovenbeen. Voel de binnenkant, de buitenkant. En laat alle spanning in je linkerbovenbeen los. Je merkt nu je linkerbeen op als één geheel. Zwaar en ontspannen en gedragen door de grond. En adem dan nog eens goed naar je bekkengebied toe, iets hoger. En laat alle spanningen rond je bekken los. En laat dan ook je aandacht helemaal door je rechterbeen gaan, naar de rechtervoet en naar de rechtertenen. En merk die op alsof je ze nog nooit eerder hebt gevoeld. En laat je aandacht afglijden door je hele rechtervoet. En merk op wat jij daar kunt waarnemen. Misschien sensaties van kou of warmte. Het gewicht van je voet. Laat je voet ontspannen en laat de aandacht los en ga verder naar je rechter enkel. Misschien kun je je enkelbot voelen. Je Achillespees. En verder omhoog naar je rechter onderbeen. Wat merk je op in je rechter onderbeen? Voel de zachtheid van je kuit. De hardheid van je scheen. En laat alle spanning los. En breng dan je aandacht naar je rechterknie. Voel je knieschijf en de zijkanten van je knie. Wat merk je daarop? En breng dan je zorgzame, milde aandacht naar je rechterbovenbeen. Helemaal vanaf je knie tot aan je heup. En ook je dij. Het contact met de grond. Ontspan je rechterbovenbeen volledig.
Je bewuste aandacht is genoeg. En merk dan je rechterbeen op als één geheel. Ontspannen en gedragen door de grond. En op je volgende inademing breng je je aandacht naar je billen en het contact met de grond. En ontspan je bilspieren van binnenuit, laat alle spanning los. En voel ook je stuitje. En de energie en de sensaties die je daar rond dat gebied kunt waarnemen. En volg dan je stuitje omhoog langs je ruggengraat naar het gebied van de onderrug. En als je daar spanning voelt en je wil je een beetje bewegen, voel je vrij. Zorg dat jij comfortabel bent. En als je even weg bent in gedachten, dan hoef je jezelf daar niet over te veroordelen. Het geeft niet. Je kunt gewoon je aandacht weer brengen bij je hele zelf en bij je lijf. En je ademhaling sturen naar je rug. Je onderrug. Je middenrug. Omhoog naar je schouders. Ontspan je schouders en voel. Als je je aandacht naar de bovenkant van je schouders brengt, zakken ze vanzelf naar beneden. Verder bij je oren vandaan. Voel ook het gebied tussen je schouders. En omhoog naar je nek. Ontspan je nek. En laat dan je aandacht vanaf je nek naar je schouders, door beide armen naar beneden zakken, naar je handen. En voel eens wat je allemaal kunt waarnemen in je handen en je vingertoppen. Vol energie en sensaties. En neem je aandacht en je energie mee omhoog door je armen. Voel je onderarmen. Je elleboog. Je bovenarmen. Je oksels. De zijkanten van je lijf. En merk je lichaam dan op als één geheel. Zwaar en ontspannen en gedragen door de grond. En nu je je lichaam in ontspanning hebt kunnen brengen, kom je langzaam ook weer terug naar het hier en nu. En beweeg langzaam je vingers. Draai je polsen een beetje los. Beweeg je tenen. Beweeg je enkels. En help jezelf door wat dieper in te ademen. En je lichaam weer wakker te maken. En op je volgende diepe inademing strek je jezelf helemaal uit. En dan laat je de spanning weer los. En beweeg dan even zoals jij het prettig vindt. Tot je je klaar voelt om even op je zij te komen liggen. En vanaf je zij draai je je weer terug. Langzaam op je eigen tijd. En kom je weer even zitten. Zoals we in het begin ook hebben gezeten. Gekruiste voeten. Sluit je ogen nog even. Breng je handen in dit positie voor je borst. En je kin naar je handen toe. En voel even wat deze les met je heeft gedaan. Heb je gezweten? Ben je ontspannen? Heb je aandacht gehad voor je lijf? En hoe je het ook hebt ervaren, bedank jezelf dat je dit voor jezelf hebt gedaan. Deze les. Deze oefening. En open dan langzaam je ogen. En ik dank jullie ook
Ik vond het heel leuk om te doen. Ik hoop dat jullie er ook van hebben genoten. En ik hoop ook dat we elkaar allemaal weer gauw live zien. En iedereen, take care.